100. Auto versnelt 50 meter tot het startpunt. En de start is gevallen. Paarden onderweg en de posities worden gekozen. En we gaan eens even kijken in het midden van de baan hoe snel Florijn vooraan kan komen. In ieder geval niet zo snel als aan de binnenzijde Hegerrit de Lange en Calaminta. En ook in snelle weg paard nummer 4 Devil. Dan pas Florijn en daarachter aan de binnenzijde Albert H. Dan Evendi Duplessis en aan de buitenzijde opkomend Callisto Kingsdiep. Daarachter is er dan Crystal Sun. En achter Crystal Sun is het Stefan Schoonhoven met zijn Hour of Power. Dan Bogaillard en op de laatste plaats vinden we op dit moment Davy Magique. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. En het is Jaap van Rijn die de leiding houdt met zijn Hegerrit de Lange. Calaminta krijgt 0 op het rekest en Rob de Vlieger heeft een plan. Hij gaat inparkeren op de derde plaats en moet dan wel even Devil voorlaten. En John Dekker die gooit de knuppel in het hoenderhok. Hij brengt aan de buitenzijde zijn Florijn nu in de hoogste versnelling. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En daar krijgen we een nieuwe koploper en dat is Florijn. Florijn heeft daar niet al te veel werk voor hoeven te verzetten. Heeft nu een lengte voor en op de tweede plaats erachter opereert dan Hegerrit de Lange. Dat zijn de eerste twee als de bocht weer bereikt is. En de paarden ronden dan die bocht met verder weg in het veld aan de binnenzijde Devil. Aan de buitenzijde krijgt die nummer 8 niet zo'n mooie koers. Callisto Kingsdiep moet veel werk buitenom doen. Is wel de ideale gangmaker voor het paard erachter in het tweede spoor. Dat is Evendi Duplessis en die wordt gereden door Dickie Hof. Zo komen de paarden 2-2 weer in de rechte lijn voor de tribune. Zo dadelijk bij het passeren van de finish nog één volledige ronde te gaan in de Club van 100 prijs. De Club van 100 vandaag wel te gast hier op de meeting zonder publiek. En het is aan kop van het veld aan de binnenzijde Florijn. Florijn, Callisto Kingsdiep, daarachter aan de reling Hegerrit de Lange. Achter deze paarden volgt dan de 7 Evendi Duplessis en aan de binnenzijde daarachter het nummer 4 van Devil. Gebeurt vooralsnog niet veel in de koers. Het wachten is op aanvallen van paarden uit het achterveld. Bijvoorbeeld van Stefan met zijn Hour of Power, die er in de zevende stelling mooi bij ligt. Op weg naar de overkant van de baan voor de laatste maal. Met nog altijd die Florijn aan kop van het veld. Heeft de zaken stevig onder controle. Misha Brouwer heeft inmiddels een mooie positie gevonden met Devil. En die gaat driedik ten aanval. Florijn ziet hem komen. John Dekker ziet hem komen, moet ik zeggen. En die probeert die aanval af te slaan. Aan de binnenzijde ligt daar nog altijd uitstekend geplaatst die Hegerrit de Lange. Geldt ook voor Calaminta en de overige paarden. Ja, die zullen er buitenom overheen moeten. En dat valt niet mee, want inmiddels zijn we al op weg naar de laatste bocht. Met nog altijd die Florijn die het veld de weg wijst. Florijn, maar daar komt aan de buitenzijde een serieuze aanval. In het derde spoor gaan de deelnemers proberen de positie te verbeteren. Maar dat resulteert dan ook gelijk in een galoppade. Die valt weer terug, die Devil. En het is Florijn die in de laatste rechte lijn als eerste is. Op de tweede plaats daarachter is het dan Hegerrit de Lange. En die heeft toch wel een geweldige koers op maat gehad. Daarachter waait het veld uiteen met Fury Di Muccio. Die zich wijd aan de buitenzijde meldt. Florijn echter gaat op niemand wachten. Alleen Gerrit de Lange. Hegerrit de Lange die kan aardig mee in zijn spoor. En die gaat een serieuze aanval inzetten. Florijn echter aan de binnenkant leidt nog altijd. Maar dan komt hij. Hegerrit de Lange. En Florijn in een foto. Calaminta wordt derde. En op de vierde plaats heel verdienstelijk aan de buitenzijde die Davy Magique. Maar wat is dat close op de eerste plaats? Ik durf het eigenlijk niet te zeggen vanaf deze positie.